Blueprint, daar zijn mijn zwaarden, dat is kleding wat ik allemaal verzameld heb door... Yo lieve mensen van Twitch Gaming en leuk dat je weer kijkt naar Creativeverse. Ik ben nog steeds in mijn eentje, maar dat maakt niet helemaal niet uit. We gaan verder met waar we gebleven zijn. En dat is dat ik wat dingen wil gaan doen bij onze hele mooie kerk. Aangezien die ook nog steeds niet af is. Maar ik had dus het idee, we gaan hier dus rode carpet indouwen. Omdat dat mooier lijkt mij. Aangezien ik deze blokken niet heb. En misschien in de toekomst wel bezit. Dus gaan we die even veranderen. We gaan er gewoon een beetje kijken hoe ver we de kerk kunnen gaan afmaken. Dus laten we eens even mijn vloerdelen erbij gaan halen. Nou, we kunnen, zouden ook nog red... Wat even, wat kunnen we nog meer wat rood is? Even kijken, we willen eens even kijken. Red. Red on the wall, red carpet zouden we kunnen... ik denk gewoon de red carpet of de red concrete of de red wall. Want die zou ook wel kunnen. Red brick. Ik denk gewoon voor de carpet. Als ik de carpet kan maken. Of heb. En die hebben wij niet. Dan kan ik het maken. Red. Ja, die kunnen we wel maken. Maar ik vind het wel apart dat we shredded leaves daarvoor nodig hebben. Overigens. Shred. Shredded leaves. Rode troep. En stone rods. Dat hebben we dus ook. Ik weet even niet hoeveel we ervoor nodig hebben. Maar ik maak er gewoon 40. Aangezien ik daar de blok ervoor kan besteden. En waarom ook niet? Ik kan er altijd wel wat van bewaren. Ik vind het nog steeds zo mooi. Ik vind ons dorp best wel tot zijn recht komen. Ondanks dat, dat ik het grootste gedeelte van het werk doe. Blok. Zo. Nou, we hebben meer nodig. Oké. Nog een keer 40. Nog een batch van 40. Ik denk dat we nog wel iets meer nodig gaan hebben dan 40. Maar oké. Ik vind het eigenlijk ook niet echt heel erg rood lijken. Maar... het is beter dan niks. Al zeg ik het zelf. En hier schiet je handschoen nou een soort van... maar die schiet nou een soort van ijsstraal uit. Dat is best wel cool. Oké. We hebben daar nog allemaal fines voor nodig. Die heb ik allemaal, dacht ik. Dus laten we die ook even gaan gebruiken. En misschien even kijken, wat hebben we nog meer voor dit ding nodig? Ja, oké. We hebben hier nog een heleboel... grafstenen, ja, nee. Dat gaan we niet erbij doen, dat is een beetje te... Dat hoeft niet. Dat hoeft gewoon niet. Even kijken, laten we de vines even pakken erbij. Dan gaan we hoogstwaarschijnlijk denk ik ook nog een klein beetje ding aanpassen aan mijn andere huis. Een klein beetje maar, niet heel veel. Jungle, alsjeblieft, daar hebben we de jungle dingen. Hadden we nog andere dingen nodig? Ja. Ja, dat klopt. Een houten trap. Hadden we nodig. Een houten trap. Hier hebben we de slab en de twine. En that's it. Hier hebben we de slab. En wat twine. En hebben we een ster. Dus die kan terug. Laten we meteen alles eventjes wegdoen. Walls, floors en decoratie. Dit shredded leaf, ja, die kan gewoon terug bij de boomnatuurproducten. Bricks.
Bergswacht terug naar de overkant, want daar hoort het niet bij. Meubels en et cetera. Nou, eigenlijk zitten hier de meubels in, maar oké, de bedden kunnen daar weer terug in. De lamp gaat hier terug in, de ledlamp gaat daar terug in. De potions wil ik zo even, ga ik even terug stoppen. Dus die mag terug, die mag terug, die. Dit zijn allemaal natuurlijke producten. Nou, daar leg ik ook Shredded Leaves in. Geniaal. Heerlijk om zo georganiseerd te zijn, vind ik zelf. Van dit is echt gewoon een van de vervelende dingen. Dit zijn de blueprints. Daar zijn mijn zwaarden. Dat is kleding wat ik allemaal verzameld heb door de onderwereld in te gaan. Die handschoen mag even opbokken. Ik zie dat ik nog kool en die dingen bij me heb mogen weer weg. Die mag weer terug, die mag terug. De potions gaan we even oplossen. De pet mag hierin. Dit zijn de potions, alsjeblieft. Potions, ja, we hebben een heleboel. Oké, dan hebben we het grootste gedeelte van mijn inventory weer leeg. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik er nog een extra handschoen bij me heb. Maar dat maakt niet uit! Zolang alles maar afkomt. En we gaan hier ook nog een keer een paadje naartoe leggen. Lotsie, Lotsie. Die is ook af. Of dat dingetje is klaar, laat het zo zeggen. Hier mogen we omhoog. Laat mij alleen de vraag, hoe kom ik er boven? Nou ja, het zijn vines, dus waarom klim ik niet meer weg omhoog? Veel makkelijker, toch? Dat doe ik eigenlijk moeilijk. Ik kan de blokken ook gewoon even weghalen. Oh. Die weer terug op zijn plek. Dan kunnen deze twee weer terug op hun plek. Dan die terug op hun plek. Dat gaat een stuk makkelijker dan ik verwachtte. Zo, die. Hé, hallo. Ik heb niet gezegd dat je naar beneden mocht, grote vriend. Ook netjes. Oh, wat gaan we toch lekker, lieve mensen. We gaan zo lekker. Oh, hallo. Hallo, meneer. Zo, dat is beter. Zo. Dat hebben we ook weer gedaan. Hadden we hier nog spullen die we misten? Nee. Nou, ik moet zeggen, best wel heel goed gedaan. Oh ja, daarboven zat er boven. Dan. Ik daar een stukje gaan misten. Blijkbaar. Zo. Dat deed mij, maar dat maakt niet uit. Alles voor de kerk.
Oké, dan gaan we even een rondje lopen. Misschien zijn we nog meer vergeten. Daar hebben we natuurlijk geen zin in om meer dingen vergeten te zijn. Hier hebben we alles. Kijk uit voor dat gat. Hebben we hier alles gehad? Nou, ja, dan is hij klaar. Dan is mijn kerkje klaar. Nou, mijn kerk, onze kerk. Zo, ook weg. Kijk, deze spullen weer opnemen. Dat is allemaal van mij. Ja, eigenlijk van ons. Maar omdat ik al het grote schild heb gemaakt, hou ik alles bij mij lekker terug. Opruimen. Floors. Check. Dirt mag niet erin. Stairs kunnen hierin. Daar gaan al die stairs in. Goud mag hier met al die bloementroep. Finds mogen erin. Hoeveel finds heb ik eigenlijk nog? Dat is best wel veel mooi. Die mogen de chest er weer terug in. Waarom ligt hier asfalt? Dat hoort hier niet. Dat is over gebouwblok gebeuren. Dirt hoort bij de grondblokken. Nou, hallo, ik zei toch dat de chest daarin mocht, dan een keer blijft. Oké, dan hebben we dat klaar. Dan kunnen we nu even een andere deur gaan uitzoeken. Een door. Eens even kijken, wat hebben we in de deurcategorieën? Een lumine door zouden we kunnen doen, een diamond door, iron bars. Eigenlijk zou ik zeggen van diamanten, want dat is best wel cool. Hebben we eigenlijk diamanten deuren nog? Oh ja, we hebben twee diamanten deuren. Oké. Okay. Ja, ik zit even hard te denken. Lieve mensen, van wat zouden we nog kunnen gebruiken? Oh, die Industrial Smokes is eigenlijk ook nog eens wel geinig. Maar die doet het niet. Ik dacht dat die het deed. Even kijken. Want... Maar dat toch ook een smoker? Ik dacht dat we ook een smokeapparaat hadden. Maar oké, okay, ik dacht dat het erbij hoorde. Dat kan maar niet uit. We hebben niet zo'n iron chair. Dat ik ook een iron chair een keer had gemaakt. Of heb ik die ergens anders neergelegd? We kunnen waken wel eventjes. Kijk, misschien unlocken we nog andere chairs. Even kijken, waar sta jij? Iron. Iron rods, iron slabs en de verdere zag ik niet. Iron slabs, iron rods en melted wax. Natuurlijk producten. Ik snap alleen niet waarom melted wax een ding is voor dat. Maar oké. Okay. Kijk, oh, diamond chairs. Nou, we die toch hebben unlocked, dan kunnen we net zo goed die erbij maken. Vind ik zelf. Oké, okay, dan hebben we een blob of koe nodig. Terug omhoog. En dan hebben we de diamond shit voor nodig. Oké, okay, dan hebben we die ook. Maak er gewoon even twee van. Of misschien meer. Dan doen we de luminate. Natuurlijk mogen we voor de luminate dezelfde kwaliteitsproducten gaan gebruiken. Oké, okay, we houden gewoon even die producten op zak, als ik het goed heb. Yep. Oké, okay, we houden dat even op zak. We zetten de stoelen even onder, oh, naast elkaar niet, sorry. Zo. En dan gaan we even kijken welke stoelen het beste zijn om in het huis neer te zetten. Persoonlijk denk ik de iron chairs. Maar ik kan het ook fout hebben, want ik vind het best wel chill om hier eigenlijk een iron chair neer te zetten, aangezien je die leuningen dan hebt. Het ziet er eigenlijk wel iets beter uit, moet ik heel eerlijk toegeven dat. Maar, even kijken, dan zetten we hier ook gewoon even. Dit ziet er ook nog best wel geinig uit. Ja, dat is nou net te. Voor die lijkt me dat het beste. Ja, ik weet niet, Ik denk gewoon iron chairs het beste zijn, dan heb je gewoon, zit het gewoon wel snor. We maken het gewoon op oude, maar kijk. Zo, opzouten met die.
Perfect, niks meer aan doen. Hier hadden we de... Waarom is het die... Fucking hell, waarom is dit zo'n irritante glitch? Ja, het weghalen gaat ook niet meer werken. Want dan gaat... Als ik het nu weghaal, dan moet ik het weer opnieuw registreren dat dat iets is. Dat het een ding is. Hier hadden we niks. Hier hadden we nog één stoel. Nodig? Ja. Oké, okay. Perfect. Nou is het helemaal mooi. Al zeg ik het zelf. Oké, okay, ik ben blij dat uiteindelijk het hele huis even tot zijn recht is gekomen. Deze deuren bevallen me nog steeds eigenlijk niet echt. Ik vind ze gewoon lelijk. Deze deuren zijn echt gewoon... moest omdat de beeld het was. En nu heb ik eigenlijk wel een zeggetje erover van... Iets anders. Ik vind dat nog steeds heel redding. Ik vind dat nog steeds apart. Hey, had ik hier eigenlijk niet zo'n ding nog niet moeten zetten? Even kijken. Terug hierin. Nou ja, kijk. Hier hadden we nog een lamp. Zie je, ik dacht dat ik iets vergat. Boeien. Alsof iemand daarop let. Zo, opleuren bij dat ding. Zo. Misschien kan deze deur er eigenlijk ook net zo goed. Hè? Wat had ik twee andere voordeuren genomen? Ik had toch twee andere voordeuren gemaakt? Of ben ik nou. Een beetje. Jawel, ja. De camera zat ervoor. Zo. Dat is beter. Veel beter. Hoort tenminste een beetje bij mijn image. Ik vind deze dingen toch best wel goed tot hun recht gekomen. Net als met de kerk. De molen. Molen is wel... Mijn molen noem ik, vind ik gewoon praktisch gezien af. Anders dat die deuren erin zitten. Hij is af. Maar wat zal het volgende project gaan worden, lieve mensen? Dat is de vraag. Wat heb een dorp nog nodig? Laat het me natuurlijk even weten in de comments beneden. Onder de video. Dan kan je gewoon even een reactie achterlaten van nou, een dorp heb ook nog een gemeentehuis. Een gemeentehuis van, ja, we hebben nog heel veel meer dingen te gaan in de server. Dus ja, laat het even weten in de comments beneden gewoon onder de video. Vergeet natuurlijk even de video niet een like te geven. En druk de bel notificatie aan om up to date te blijven van de laatste en de beste video's op mijn kanaal. En zoals altijd, keep it you, keep it that's. En ik zie je de volgende keer weer terug bij een andere video. Later!